Harry Terriele, transitie-expert, moet ik het zo noemen? Ja, zo moet je het noemen. Misschien ook bekend van de Rotterdamse alternatieve munt, de DAM. Ik weet niet, kennen mensen dat hier? Ik weet, hoe groot en bekend is het eigenlijk in Rotterdam? Nou, dat doe je goed, Harry. Ik ben al 2 jaar mee. Ja, leuk. Leuk om te zien. Dat vind ik ook heel gaaf aan jou, transitie-expert, maar ook gewoon echt actief mee bezig. Met de DAM, wat dus volgens mij ook gewoon dus een succes aan het worden is, of misschien ook al is. Ik geef het woord aan Harry Terriele. Zijn quote waarmee ik hem even aankondig is: in tijden van transitie reizen men licht. Ik geef het woord aan Harry Terriele. Doet hij het, Jan? Ja? Goedenavond. Het is een van de hoogste gebouwen in de omgeving waar we onderin zitten. Het is een heel zwaar element in de Nederlandse samenleving ook, dat Nationale Nederlanden. En het is een van de grootste verzekeraars, 10.500 FTE. Doe ik dat goed, Sjoe? Ja, het is inmiddels wel iets minder. Daar wilde ik naartoe. Want volgens mij gaan jullie de komende jaren een perfect storm in. En ik zit niet in jullie vak, dus ik kan het helemaal fout hebben. Mijn naam is Harry Terriele. Ik probeer in de gaten te houden wat Nederland zoal aan het overkomen is op dit moment. En ik ben die DAM begonnen met een aantal zelfstandigen, mensen zoals wij. En ik zie in de coulissen van dat geldsysteem zie ik innovaties klaarstaan die, als ze diffunderen door de rest van die samenleving, verzekeraars, ING-groep een kwartslag laten draaien of laten overlijden als ze niet oppassen. Toen Lehman Brothers viel in 2008, toen zag ik in de Financial Times, ik ben helemaal geen econoom, ik ben een ontwerper uit Delft. Industrieel ontwerper. Toen zag ik in de Financial Times artikelen staan à la, er gaan bij Noordwest-Europese banken gaan er 50.000 arbeidsplaatsen direct de komende jaren weg. Nou, op dit moment is alleen al HSBC, de grootste Europese bank, in Londen zit in de city, is op dit moment alleen al 50.000 mensen aan het ontslaan. En dan zie ik in de coulissen van het geldsysteem zie ik IT klaarstaan waarbij het mogelijk wordt om bij elke transactie een datapakket mee te sturen. Natuurlijk is dat mogelijk, geen enkel probleem. 98% van het geld is IT-geld, is verzonnen in computers. En dan gaat het in de toekomst uitmaken of geld bij jou komt via Palestijnen of via Israëliërs, want je kunt dat zien. En jou maakt het niet uit of het via die Palestijnen of via die Israëliërs, maar sommige van je afnemers wel. En dan maakt het bij jou ook ineens uit. En in datzelfde IT-systeem, Bitcoin is er als eerste mee in de praktijk gegaan. Trustfuncties, die nu bij een notaris of een rechter of een Nederlandse bank liggen, die gaan in de cloud opgelost worden in de toekomst. Dus heb je geen notaris meer nodig. Je hebt niet meer. Dat arbeidsvolume gaat halveren. Ik bedoel, de helft wordt ZZP'er en dat loondienstvolume gaat halveren. Ze kan nog een tijd doorgaan, die pensioenen, zo groot, zo stevig. Dat gaat allemaal persoonlijk worden. Mensen kunnen dus zelf bepalen en zien waar hun geld geweest is afgelopen jaar. Dat worden gamechangers. Dat soort dingen interesseren me. We hebben maar één geldsysteem. We hebben een hele hoop energiesystemen. We beginnen verschillende zorgsystemen te krijgen. We beginnen zelfs verschillende vormen van politieke besluitvorming. We hebben maar één geldsysteem. Dat is leuk. Want als dat niet meer doet wat het moet doen, voor al die andere veranderingen die gaande zijn, dan hebben wij een heel erg groot probleem. En dat geldsysteem heeft zo zijn eigen routines. En daar is het in gaan excelleren. En de routines zijn dat het in nanoseconden wereldwijd die plekken weet te vinden waar het rendement het grootste is. En dat is niet op plekken in de wereld waar grote transities beginnen. Want dat zijn zoekperiodes. Met eindeloos veel tijd ergens in stoppen en een hoge mislukkingskans. Dus we hebben één groot systeem, dat is een olifant. Er is een olifant in die samenleving, Noordwest-Europa. En er is maar één olifant. En die weet zich niet te verhouden tot een aantal grote, belangrijke herontwikkelopgaven. Energietransitie, zorgtransitie, politieke besluitvorming, verandering, je kunt ze allemaal halen. Die staat er met zijn rug naartoe. Leeft letterlijk in een andere wereld. Die gaat naar Azië. HSBC heeft gedreigd, we gaan de city uit, we gaan naar Azië.
En dat ken ik ook uit de landbouw. Landbouw, Nederlands excellent in de landbouw. En toen landbouw heel vervelend werd met al die ruimingen en toen de samenleving daar druk op begon uit te oefenen met wetgeving en de boeren het idee hadden dat ze niet meer... Toen begonnen ze ook te dreigen. Als je dit doorzet dan, en dan kwam er een verhaal. Dan begin ik het leuk te vinden. Ik denk dat Nationaal Nederlanden in een perfect storm terechtkomen. Dit ben ik, hè? Oh my god, what's happening? Dam Foundation, dat is gewoon de stichting Dam, het is allemaal Engels, vrees ik. En dan transitie. Ik werk met z'n tweeën, twee zelfstandigen, mensen zoals jullie en ik. Eentje in Schiebroek, ik zelf zit hier op 1200 meter vandaan. Ik ben hier gewoon, ik had kunnen struikelen, maar het is met de fiets geworden. En dus het is ook voor mij een thuiswedstrijd. In 1999, dit is niet te lezen achterin. In 1999 gaf de deputy governor van de Bank of England, Mervyn King, die gaf een toespraak voor bankiers internationaal. En die zei een aantal hele bijzondere dingen. Central banks may now be at the peak of their power. And there may well be fewer central banks in the future, and extinction of central banks cannot be ruled out. Successors to Gates, de nazaten van Bill Gates, will put Greenspan's heirs out of business. Dus dat betekent dat de IT-wereld het gaat winnen van de bankaire wereld. Die gaan het overnemen. There's no conceptual obstacle to two individuals, mensen zoals u en ik, die onderling transacties clearen. Het is nu zo dat geld wordt gemaakt door systeembanken. En alles wat belangrijk is, wordt via een centrale bank nog even nagerekend en in balans gebracht en een beetje uitge... In de toekomst gaan gewoon mensen zoals u en ik dat onderling doen. Oh, nou even de laatste zin was nog wel lollig. There's no reason why final settlements could not be carried out by the private sector without the need for clearing through the central bank. Dus mensen kunnen best zonder een centrale bank in de toekomst. Without such a role in settlements, central banks in their present form would no longer exist, nor would money. Dus hij kende daar, hij kon daar het einde van geld aan, zoals wij het nu kennen. Er gaan verrekensystemen tussen mensen onderling ontstaan. Societies have managed without central banks in the past, and they may do so again in the future. Welcome to the world of societal transitions, denk ik dan. Dit is een definitie van mezelf. Er zijn ook anderen, maar die snap ik nooit zo. Denk, wat moet ik daarvoor? Deze snap ik een beetje. Societal transition. When a significant piece of the societal cake, dus als er een flink stuk in de samenleving starts working differently, anders gaat werken. En niche practices, handelingspraktijken die tot dan toe heel klein zijn in hoekjes van de samenleving, langzaam groter en veelvuldiger worden en die vechten hun weg naar het niveau van routines die veel mensen hebben. Wat eerst heel klein was, biologisch boeren, in 1923 bestaat het al, wordt betekenisvol op een gegeven moment als de mainstream boeren elke avond op het 8-uur-journaal zijn vanwege die grote dierenziektes en geruimd worden en ellende overal en stank en Q-koorts en ta-ta-ta-ta-ta-ta. Dan begint dat bier, 60 jaar heeft daartussen gezeten. Als je een biologische boer was, dan kon in het slechtste geval, had je 60 jaar nauwelijks te eten. Nou is dat in dit geval een slecht voorbeeld waarschijnlijk, maar figuurlijk dan. En dan, maar op een gegeven moment worden ze betekenisvol als de mainstream practices in unstable, unclear waters komen, als het niet duidelijk is hoe het mainstream door moet. En transitiedenkers die hebben de neiging om in drie lagen te denken. Niet dat dat oplost of helpt, maar dan, zo doen ze dat. Ja, dan heb je nog geen enkel probleem opgelost. Middelste laag, dan zeggen ze, nou, daar denken we de routines van een systeem. Zo doen wij dat hier in de zorg, zo doen wij dat hier in de verzekeringsbranche, zo doen wij dat hier bij de banken. En daaronder zitten die mensen die het anders doen. Wij doen het anders. Wij doen een peer-to-peer geldsysteem, de DAM. En er zijn nog een hele hoop varianten van. En dat zijn een beetje van die weirdo's die dat leuk vinden en die verdienen daar niks. En dan bovenin zit, of ze verdienen wel wat, maar ze zijn relatief klein in maatschappelijk volume. En boven heb je de laag van het landscape, het landschap. Langzaam verandert de wereld. Als je naar het geldsysteem kijkt en de routines daarvan, die hebben hun roots in 1944. We hadden twee wereldoorlogen achter de rug in een groot deel van de wereld. We hadden 76 miljoen doden. Wij zeiden, wat er ook gebeurt, dit willen we nooit
meer. En we gaan een onderlinge afhankelijkheid ook via het geldsysteem creëren. En daar lag de basis van wat nu is, waar we nu zo mee zitten op een aantal gebieden. Dit land, Nederland, Noordwest-Europa, is in een situatie van multitransities. Er zijn veel systemen die beginnen te draaien en dat gebeurt niet in sync en het gebeurt niet in dezelfde tempo's. Dus de energietransitie kan 30 jaar eerder beginnen dan dat geld aan de gang gaat. Het heeft allerlei historische oorzaken. Maar goed, het is dus een systeem, een netwerk wat krakend, piepend en schurend de bocht door moet naar het volgende tijdperk. En dan weer even terug naar dat finance. In greed we trust. Ik weet niet wie die gemaakt heeft, maar ik kom overal op internet tegen. Elk systeem heeft altijd conserving powers, krachten die het willen behouden en stabiel houden, stabiliseren. En explorative. Ja, explorative krachten. Het is grappig, bij mij thuis zag het er heel anders uit. Ja, maar maakt niet uit. Die meneer die daar staat een toespraak te houden, was de hoofdeconoom van de Rabo en die werd 2 jaar geleden ging hij aan de VU doseren. En die hield een inaugurele reden, het teken van als start van zijn professorschap. En die gaf daar een aantal alinea's. Die meneer heet Wim Boonstra, waar de honden geen brood van lusten. Tenminste, als ik zo'n hond was. En ik was op dat moment zo'n hond. Hij zei, nou, only 2 types of economy have been run without money. Low wealth primitive economies and those without freedom of choice. The combination of the two is the red Khmer, de rode Khmer in Cambodja. Ik was op dat moment met een niet geldsysteem bezig. People who aim at returning to barter systems are better not to be trusted. Dat was zijn inaugurele reden. Op het moment dat hij zelf een vertegenwoordiger was van een systeem wat aan alle kanten wereldwijd onderuit werd gehaald. Dat was opmerkelijk, vond ik. Hups, dit is helemaal anders geworden dan dat ik had gedacht. Maar goed, hij werd direct op internet aangepakt door mensen die beter onderlegd waren in mijn ogen dan hij zelf. En die fileerden hem genadeloos. Selectieve literatuurkeuze, je bent met je eigen belang bezig, je ziet niet wat er gebeurd is de laatste jaren. Nou, goed. Dus, op dat moment dat ik met die dam begin, is er in de samenleving dit aan het gebeuren. Er is een deel van die vloot, is de gelederen aan het sluiten en probeert te zeggen, wat zijn wij toch belangrijk? En iedereen die het anders wil doen, moet je niet trusten. En andere mensen zeggen, ja, het is grote shit wat je uitstraalt. En op dat moment waren wij de dam aan het doen. Dit is Rotterdam have their own currency. Rotterdam heeft zijn eigen munt. Dat is Cas, die is inmiddels uit het team, maar die komt binnenkort misschien wel weer terug. Ja, een beetje opportunisme is nooit weg. En die zegt, let's make money cool again. Laten we weer lol beleven aan geld uitgeven en hoe we dat doen. En no banks. De dam zijn we hier in Rotterdam begonnen met een stuk of 7, 8, 9, 10 zelfstandigen, afhankelijk van hoe je rekent. Geen bank erin, geen rentesystemen erin, geen drama's erin, geen bonussen. Het is een peer-to-peer debt clearing, schuldverrekening. Ik doe iets voor jou. Jij doet iets voor nummer 3 doet iets voor nummer 7. En zo ontstaan er overal kleine plusjes en kleine minnetjes in het systeem. En het geheel, alles opgeteld, is altijd 0. Dat is heel simpel. En zo ging het vroeger op het platteland ook. In tijden van transitie is de geschiedenis een fantastische inspiratiebron. Dat is heel roepen kan. Ja, ik handel in one-liners. Dan was het zo dat ik nog wist dat mijn moeder iets had gedaan voor die gezinnen daar, aan die kant van de straat, en nu was het hun beurt om iets terug te doen. En we hadden het helemaal niet over rente. Dat verrekenen in gemeenschappen van plussen en minnen is elementair menselijk, van alle culturen. Nou, dat ziet er online uit, zoals je het kent van je eigen bank, maar dan heeft het andere kleurtjes, ander lettertype. En je vult in wat het is en wie je zoekt, en dan doe je Henk, en dan komen alle rekeninghouders met de naam Henk komen tevoorschijn. Dat is heel simpel, waarom doet de ING dat niet? En dan maak je wat over en dan zegt hij, wil je wat overmaken? Ja, en het staat meteen op die andere rekening en het is bij jou direct eraf. Er zitten geen ook met tweede kerstdag gaat dat direct. En er zitten geen rentes. Als je positief staat, dan halen we elke maand een heel klein beetje van je geld af. Dat is wel grappig. Want wij wilden een tweede portemonnee voor Rotterdamse ondernemers neerzetten op zo'n manier dat die economie gestimuleerd wordt, dat geld gaat ronddraaien. Van de een naar de ander, naar nummer 3.
Als iemand met zijn dikke kont op een grote hoeveelheid geld gaat zitten, dan werkt dat slecht voor die economie in Rotterdam. Nee, wij willen. Dus dan ga je zorgen, als mensen geld hebben, dan ga je elke maand dreigen met een heel klein. Het wordt minder, vriend. En dan gaat hij een factuur die hij binnenkrijgt, gaat hij direct betalen. Hij heeft er geen belang bij om een factuur niet te betalen, of zij. En er is nog iets, nou, geld blijft in deze groep. Het is, Rotterdam is sterk geweest de laatste jaren in prijzen uitdelen van een miljoen. Dan mocht je een idee insturen, stadsprijzen, kreeg je een miljoen om dat idee te realiseren. In 2,1 keer betalen is dat hele miljoen de regio uit. Dan zit het in Azië, het zit in Zweden en het zit... Dit niet. Het blijft, stel dat je hier 100.000 doet, dan blijft blablabla, totdat het weg is. Dat is grappig. Dus als je een eigen geldsysteem start, dan kun je het helemaal tweaken zoals je het zelf wil. Zullen we het zo doen? Nee, laten we het zo doen. Dat is heel grappig. En de software even, die was gratis online beschikbaar, die konden we downloaden. In een week hadden we een bank werkend. Dus we hadden niet het probleem dat we alles zelf moesten ontwikkelen. Het was er al. En het was ontwikkeld in niches van de samenleving, die heten ontwikkelingslanden. Daar lagen officiële geldsystemen volledig op hun reet. En er waren Nederlandse ontwikkelwerkers die hadden daarvoor complete bancaire systemen gebouwd. Dat waren Rolls Royces onder de bancaire systemen. Dat was fantastisch. Je had maar één pakket, niet 100.000 aan elkaar gehangen pakketten, zoals bij de ING en de ABN AMRO. En door de jaren heen is er allemaal, ach, dat is een bende daar. We hadden gewoon één pakket, het snapte elkaar, de API's waren duidelijk. Nou ja, ik ga even, dit waren de mensen die... Ik heb ontzaglijk veel slides. Ik neem een glaasje water dan maar. Ik denk dat als een systeem niet meer helder doorontwikkelt, of het nou de zorg is, of het is de intensieve landbouw, of het is, dan beginnen groepjes, individuen heel belangrijk te worden. Als een systeem juist mooi in de vaart der volkeren aan het doorontwikkelen is, op een heldere manier, dan zijn mensen min of meer inwisselbaar. Want de samenleving heeft hele heldere doelen met dat systeem. We willen bijvoorbeeld dat je zoveel mogelijk voedsel produceert per hectare. Als een landbouwsysteem in zo'n fase zit, dan kunnen heel mooi alle innovaties gecheckt worden op die basale grondwaarden en die doelen. Dan zijn mensen inwisselbaar. Voldoe jij niet aan die maatschappelijke opdracht, hup, eruit, twee anderen. Maar op het moment dat het niet meer zo duidelijk is hoe dat systeem verder moet, als je in de peil staat, is het direct duidelijk dat er rond die intensieve veeteelt een hoop shit aan de gang is. Dan zijn volgens mij individuen heel belangrijk. En dan komen wij als ZZP'er in beeld, volgens mij. Wij hebben geen belangen, ja, we hebben natuurlijk opdrachtgevers, maar wij kunnen uiterst vrij opereren. Wij kunnen los van belangen, we kunnen niet ontslagen worden, we kunnen. En dan begint het wel belangrijk te worden dat je weet wie je zelf bent, volgens mij. What is your position in times of transition? Nou, dit gaat nog even over geld, ik ga er even wat sneller doorheen. En daarbij volg ik een Nederlandse psychiater graag, die ook een innovatie-goeroe is. Die meneer heet Peter Robertson. En die heeft een aantal artikelen geschreven, steeds met hetzelfde thema. Hoe dragen mensen bij aan die groeicurve? Waar zitten ze van nature met jouw karakter, mijn karakter? Dat is voor iedereen verschillend, zegt hij. Hij zegt, nou, de eerste as die ik aanleg, dat is tussen feedback-gedreven karakters, ofwel conserving characters, en feed-forward driven characters, ofwel exploring characters. Als je mij ziet, ik woon ongeveer daar. Als je een verhaal van mij hoort, moet je die positie ervan aftrekken, dan heb je iets wat voor jezelf misschien waardevol is. Jij zit ergens anders, waarschijnlijk. En hij zegt nog een tweede as. Op het moment dat de zekerheden in elkaar lazeren van iemand, je systeem gaat aan diggelen, dan halen sommige mensen hun ankers door hun sociale netwerk aan te trekken, naar hun sociale netwerk te neigen. Dus je bent een vrouw en alles loopt in de soep en je weet het niet meer. En je gaat naar je vriendinnen en je trekt twee flessen wijn open en heb je het idee dat het weer goed is. In ieder geval dat jij als character weer wat ankers hebt. Anderen, zegt hij, reageren vanuit na hun eerste 8 jaar... ja, psychiater, dus dan moet eerst nog die geboorte en dan die 8 jaar en zo. En dan is het, dat zijn die eerste, dat is heel grappig. Die zeggen, nee, de anderen zijn niet people attached, die zijn, hoe had hij die, oh ja, matter attached. Anderen gaan helemaal uitzoeken waarom het nou fout aan het gaan is. En die gaan dat dossier uitspitten en die gaan structuren en die gaan.
En als ze dat begrijpen, dan hebben ze het idee dat ze weer vaste grond onder de voeten hebben. Ik ben iemand die precies in het midden zit. Maar goed, en dan heeft hij nog een derde curve en die ligt niet na je derde, na je achtste jaar vast. Die groeit, als het goed gaat met je leven, naarmate je ouder wordt. En dat is, hoe hoger je daarop zit, hoe hoger je op die derde as zit, hoe meer gevoeligheid, sensitiviteit je hebt over die hele groeicurve. Dus ik ben iemand die nog steeds behoorlijke slechte sensitiviteit heeft over dat middendeel van die S-curve en dat laatste deel van die S-curve. In zijn ogen ben ik niet mature. Ik heb niet veel gevoel. Maar ik werk samen met iemand die dat juist wel heeft. En hij zegt, zorg altijd dat je in je team mensen van onder, van midden en van boven hebt. Zodra je een idee hebt wat richting routines gebracht moet worden, dan ben jij als inventor al ongeschikt geworden. Dan moeten anderen het, die diezelfde reis met jou hebben doorgemaakt, wel vanaf het begin, die kunnen het relatief makkelijk overnemen. En over 3 jaar is die organisatie er nog. En misschien moet er op een gegeven moment dingen gekild worden. Dan moet je die mensen eigenlijk vanaf het begin in je organisatie hebben. Ook al is het oncomfortabel, ook al spreken ze je altijd tegen omdat ze een ander karakter hebben. Goed. En hij zegt, mensen die van karakter heel goed hier zijn, op het moment dat het allemaal niet zo helder is, en op het moment dat het allemaal begint te schuren en de samenleving allerlei eisen, tegenstelde eisen, die zitten vaak in een criminogene zone. Die worden door hun omgeving gepusht om nog het maximum eruit te halen van wat er samenlevingsgewijs nog mogelijk is uit een onderwerp of een systeem. En die gaan naar de randjes opzoeken van wat de samenleving voor de rest nog acceptabel vindt. Criminal. Why top executives derail, ontsporen. Hoeveel minuten heb ik nog? 15 hoor. Je hebt, dit is ook een bende, bij mij ziet het er echt heel anders uit. Dit is bedoeld als twee kamelenbulten en die liggen in een tijdslijn achter elkaar. En dit is een opkomst van een maatschappelijk systeem. En de mensen die hier wonen, die proberen bij die neergang dat zo lang mogelijk te stretchen. En dan heb je hier de Harry's, die gaan met een dam aan de gang, heel andere geldcreatieprincipe. En die proberen die toekomst zo snel mogelijk dichterbij te halen, terwijl ze daar eigenlijk nog helemaal niet volwassen genoeg voor zijn. Die spanning, dat is de transitie. En wat is dan een maatschappelijk systeem? Ik heb het steeds over hem. Dat zijn dingen als, hoe doen we het hier, de routines in een onderwerp. De products die er zijn, de product service systems. De heldenverhalen, de heroes, de iconen, de historie-interpretatie, de narratives. De allianties die gangbaar zijn geworden. De infrastructuur die de samenleving daarvoor heeft aangelegd, zodat ze lekker hun werk kunnen doen. De laws en standards. Met elkaar is dat vaak een kloppend geheel voor de zorg of voor de landbouw. En dat is het niet alleen. Het is dan ook nog zo dat in normale tijden, er is altijd wel ergens een innovatie aan de gang. En dan moet in de 5 jaar daarna moet de rest zich weer hergroeperen, totdat het weer een beetje klopt als maatschappelijk systeem. Change any corner and it will influence the others. En zo'n systeem is vaak op reis. Is vaak richting increasing de agricultural yield per hectare aan het doen. Dus zoveel mogelijk. En dat heeft vaak een historische oorzaak. En dat geldt dan voor landbouw, hè? Increasing yield per hectare, maar voor het geldsysteem is dat maximizing financial return on digitally generated capital. En dan zijn er 2 soorten innovatie. Althans, als je Clayton Christensen van, waar zit hij? Harvard, gelooft. Ja, vergeef me deze wat vrije interpretatie weer. Als er zo'n systeem omhoog gaat, dan beginnen daar belangrijke partijen te ontstaan. En dat zijn leading parties en de innovaties die hen verstevigen, heet het Sustaining Innovations. En dus op een gegeven moment, Kodak wordt sterk en analoge film wordt sterk. En alles wat ertoe bijdraagt dat Kodak met zijn analoge film sterker wordt, het heet Sustaining Innovation. En dan binnen de tent zelf wordt er een digitale camera ontwikkeld bij Kodak. En die kiest een andere basiswaarde. Terwijl hij is nog 5 jaar of 10 jaar is hij slechter dan die analoge camera. En dan ontstaat er intern in zo'n organisatie een enorme strijd. En er is een tijd, zeker bij Kodak speelde dat. Ze hadden 96% van de Amerikaanse analoge filmmarkt, 96 of 97. En ze verzinnen zelf de digitale camera. Ze rekenen uit wanneer die digitale camera ongeveer beter wordt dan de analoge filmcamera. En 10 jaar later zijn ze failliet. En ze hadden een enorme oorlogskas. Ze waren superrijk. Ze hebben het met hun neus zien gebeuren, bovenop gezeten.
Maar er is een fase waarbij de ingenieurs die de digitale camera maken van de marketeers van de conventionele richting op hun laser krijgen. Want elke verkochte digitale camera die kost Kodak $60. En dat vorige systeem was juist helemaal mooi uitgebalanceerd. Helemaal mooi lean en mean gemaakt. Er was bijna niemand nodig om grote hoeveelheden films te maken. Dus daar maakte je veel geld op. Nou ja. Dit is landbouw. Hele lange historie. We schieten omhoog in excellentie in Nederland. Zeker in Zuidwest-Nederland. En op dit moment gebeuren er drie richtingen. En er zijn mensen die nog grotere stallen maken. En er zijn mensen die op een plateau blijven zitten. En er zijn mensen die het totaal anders gaan doen. Dat is zo'n typische fase van... Dit is een eenwaarheidsfase. En hier heb je diversiteit. Heel veel systemen in Noordwest-Europa zijn op diversiteit aan het koersen op dit moment. Als voorstadium voor het nieuwe grote verhaal. En dan krijg je een tijd dat zowel de oude geldsystemen of het oude schip voortbrengingssysteem, als je het over zeil en stoom hebt, of de oude landbouw, die gaat ook innoveren en die nieuwe is ook aan het innoveren. En een tijdje lang is iedereen aan het innoveren in zo'n transitietijd. En je weet absoluut niet wie de winnaar wordt. Maar er is een verschil. Er is een verschil tussen een conventionele boer die in de dreiging van de transitie begint te innoveren, want die zit aan het einde van zijn innovatiecurve. Die kan er niet meer zoveel uitpersen. Want die heeft al 60 jaar verbetering achter de rug met zijn systeemvariant. En die nieuwe, die is nog fris en fruitig en alles kan nog beter. Dus uiteindelijk pakt die nieuwe het over. En nu het individu. Wat doen individuen als jullie en ik in tijden van transitie? Ik heb al iets verteld van Peter Robertson over die karakters. Je kunt bij ons trouwens voor iets van €150 een karaktertestje van jezelf laten doen. Daar kun je ook nog een mooi rapportje bij doen. Dat doen wij. Schappen. En er zit hier iedereen die kent hem wel een beetje bij de hoogopgeleide Rotterdammers. Hoewel, zelf is het een self-made man, Marcel Jongmans. Hij zegt, Harry, ik zie heel veel pijn op dit moment in deze stad onder de mensen. En dat ken ik ook in andere varianten van andere Rotterdammers, die bijvoorbeeld in de cultuursector zitten. Er is een meneer William Bridges, die zegt, als je persoonlijk door een transitie heen gaat, dus dan heb ik het niet over een maatschappelijke grote systeem, maar jijzelf als persoon. Als je dingen moet veranderen, dan is daar zo'n fase van mourning, letting go, closing down, losing, rouwen. Er is een in-between zone en er is de new beginning. Ik denk dat je in Nederland uit kunt rusten dat al die transities veel soepeler gebeuren. En ik sluit niet uit dat ZZP'ers daar een grote rol in hebben. Je kunt transities heel rauw spelen als samenleving, het heel lang uitstellen, in ultrakorte tijd dan de bakens moeten verzetten. En je kunt het proberen smooth en met relatief weinig maatschappelijke schade te laten gebeuren. Ja. Ja, nou, dit klopt wel redelijk, al zou je het niet zeggen. Die oude die is een beetje aan zijn eindje, die nieuwe begint en dan heb je allerlei andere. Deze overgang van oud naar nieuw, die volgens mij kun je daar kwaliteit voor toevoegen. Als ZZP'er ook. Het is een tijd van diversiteit, van eenlingen, zoals jullie en ik, die zich verbinden met elkaar tot betekenisvolle teams en zwermen. Die zoektochten aan het begaan zijn. Het zijn echte mensen die zich verbinden ook met het grotere verhaal. Niet alleen met hun eigen kleine portemonnee, maar met wat is er gaande in deze samenleving. En ik wil daar een rol voor spelen. Omdat ik daar zit, of daar zit, of daar zit. Nou goed. Zonder de garantie dat ze weten of hun zoekrichting het gaat worden. Ik denk als we Noordwest-Europa uitrusten met weerbare mensen, mensen die zichzelf goed kennen in tijden van transitie, en de samenleving en zijn organisaties wendbaar maken, niet te zwaar, maar wendbaar, lichte structuren, desnoods verkoop je je auto, het maakt niet uit, in Rotterdam kan dat, in alle stedelijke gebieden kan dat best. Als je wendbare organisaties, wendbare en weerbare mensen hebt, dan zou dat wel de kwaliteit van al die transities kunnen verhogen. En dat vind ik legitiem, als je vanuit dat soort motieven zegt, daarom ben ik bereid om te gaan roeren in die samenleving. Er zijn slechtere en er zijn betere manieren om door een transitie te gaan. En dat legitimeert om überhaupt te mogen roeren, vind ik. Dat is Esther van der Valk, daar werk ik veel mee samen. Wij zeggen transitiesturing, transitiefocus heet ons bedrijfje, is eigenlijk alleen maar een label, het is niet eens een bedrijf. To learn to be comfortably out of control. Je moet als samenleving je leren bewegen, ook al weet je de toekomst niet. To learn to be comfortably out of control. Die zin is gejat van Peter Robertson. Dit is wat ik mensen heel graag meegeef.
In tijden van transitie reizen men licht. Travel lightly. Reis in allianties, doe het niet alleen. Ga extreem dicht bij jezelf zitten. Ik kan dit wel, ik kan dat niet. Daar heb je anderen voor nodig. Maak jezelf zichtbaar. Ik heb een jaar lang geroepen en ZZ Pro is belangrijk daarin geweest. Dankjewel, Tanneke. Want op jullie oprichtingsbijeenkomst heb ik geroepen, volgens mij moet er diversiteit in geldsystemen komen. En toen kwam mijn verhaal. En daar kwamen de eerste mensen al naar me toe. En 9 maanden later had ik echt een droomteam. Een uitstekende jurist, een uitstekende IT'er, een uitstekende, 2 uitstekende ex-bankiers. Mensen die de warme touch kunnen toevoegen. Dus op een gegeven moment had ik een dreamteam. Wij zijn op dit moment in 2 jaar het belangrijkste parallele geldsysteem in Nederland geworden. Ik sta er zelf van te kijken. En we hebben maar 400 rekeninghouders, 410 of zo. En het begint een beetje af te toppen. Dus we denken, hoe moet het nou? We hebben niet 30 mensen in dienst. Dus ik kom misschien binnenkort nog even bij je langs. Hoe doe jij dat? Maar ik heb die boek ook nog niet gelezen, dus daar zit het misschien. Wat wij wel proberen te doen is heel goed begrijpen wat de historie van het systeem is geweest. Wat is er in 1944 gebeurd? Wat is er eigenlijk überhaupt gebeurd? Waarom heeft Christianity, het christendom, zijn renteverbod opgeheven? En de islam heeft dat niet gedaan en de joden hebben dat ook niet gedaan. Alle wereldgodsdiensten hadden vroeger een zeer streng verbod op rente. Waarom heeft het christendom dat losgelaten? Er zijn boeken over, die kun je lezen, die zijn uiterst leesbaar. Probeer de historie van je systeem heel goed te kennen. Je zult al ontdekken dat na 2 boeken gelezen te hebben, lul je iedereen van tafel. Want de rest heeft dat allemaal niet gedaan. Dus travel with knowledge. Act ethically. Nou, dat is een beetje... Nou, ik heb bij mij af. Probeer geen dubbele agenda's. Want je kunt een battle winnen, een vergadering winnen, maar je verliest de war. Want het maatschappelijk probleem blijft bestaan. Dus zeg... Ik vind het belangrijk dat ik die samenleving beter van kwaliteit maak. Dat vind ik een zinvolle manier voor mijn ZZP-schap om de komende 10 of 20 jaar aan te besteden. And be energetic. Anderen moeten energie krijgen van jou. Jij gelooft in een verhaal, straal dat uit. Maar, dat is het een beetje. Ik zou jullie willen vragen, where are you against all this? Dus die onderwerpen zijn groot, je hebt al snel het idee, wie ben ik als ZZP'er? Maar op het moment dat grote systemen niet langer helder doorontwikkelen, zou je rol wel eens veel groter kunnen zijn dan je zelf denkt. Dankjewel.